In 2022 hebben we al heel wat nieuwigheden zien voorbij komen binnen Google Workspace. En vandaag gaan we er een aantal verder in detail bekijken. Met name smart chips en bouwstenen in Google Docs. Heel interessant, denk ik. En Jonas, jij gaat daar meer over kunnen vertellen, denk ik ook. Ja, een onderdeel ervan in elk geval. De smart chips, die ga ik voor mijn rekening nemen. Wat gebeurt er tegenwoordig? Dat is, ja, Google Docs wordt voor heel veel gebruikt. Wat wij gaan proberen laten zien hier is dat je in een Google Doc referenties kan aanbrengen naar andere documenten, maar ook naar mensen, naar plaatsen, naar noem maar op. En dat is heel handig, want je moet eigenlijk je doc niet meer verlaten daarvoor. Als klap op de vuurpijl is, vind ik persoonlijk heel erg handig, Google Docs een centrale plek geworden om taken te gaan verdelen. En dat is heel tof. Laat ik even een voorbeeld nemen. We zitten hier in een document met lopende zaken. Dus dat zijn lopende zaken die wij in het team met elkaar bespreken. En laat ons zeggen dat we in dat document verder gaan met een allereerste vermelding. Je neemt altijd het @-teken op je toetsenbord en dan ga je bijvoorbeeld naar een document refereren. Een document, dat kan bij deze bijvoorbeeld zijn algemene presentatie. Dus als ik hier zit met algemene presentatie, zie je een menu dat zichtbaar wordt, ik kan erop klikken, dan heb ik dat document gelinkt in mijn Google Doc. Nu, die algemene presentatie gaan we bespreken in een teammeeting die we daar elke vrijdag over hebben. En die meeting die heet de To-Do's Meeting. Dus opnieuw, @ op het toetsenbord en je klikt op To, in mijn geval To-Do's Meeting. En daar refereer ik naar. Nu moet ik wel zeggen, die meeting bestond al. Ik heb die meeting niet nu gemaakt. Die meeting, als je kan zien in mijn agenda, bestaat elke vrijdag. Maar goed, ik kan er dus wel naar refereren. To-do's meeting. Waar gaat die meeting door? @. En we gaan een plaatsbepaling ingeven. Xebia. Xebia in Nederland. Hup, daar hebben wij onze teammeeting. Nu het belangrijkste nog. Er zijn een aantal to-do's die we voor de algemene presentatie moeten gaan voorbereiden. En wat zijn die dan? Dat zijn taken die we hebben. Opnieuw op de @. Ik type taak in. En dan zal je hier zien dat hier taak komt te staan. Ik kan erop klikken. Je krijgt een titel, een persoon aan wie je toewijst en een datum. Dus de titel is hier bijvoorbeeld inhoud presentatie. Wie mag dat? Glenn natuurlijk, want die kent daar het meest van Google presentaties. Zo is het. En we gaan dat als deadline volgende vrijdag meegeven. Toevoegen als taak. Dan kan ik dat document zoals je hier ziet meteen ook met jou delen. Hup, document gedeeld en klaar. Als ik nu eentje aan mezelf ga toewijzen, dat kan ik ook. Dus opnieuw, @, taak. Dan ga ik zeggen, titel, goed genoeg. Mag ik aan mezelf toewijzen. Ook tegen vrijdag toewijzen als taak. Wat er gebeurt is, je krijgt een soort takenlijst die centraal bijgehouden wordt. En het mooie aan die takenlijst is dat als je gaat kijken in je eigen taken, in Google Tasks, dat is aan die rechterkant, hè, in die balk, Google Taken, dan krijg je in je eigen taken hier te zien dat je een taak toegevoegd hebt gekregen. Hier staat die, met een deadline, uit een document lopende zaken, heb ik een taak toegewezen gekregen. Dus centraal gezien, ook al ben ik niet de persoon die de taak moet doen, kan ik wel taken opschrijven en die gaan verdelen aan mensen in een team. Op die manier verbind je en documenten en plaatsbepalingen en agendaafspraken samen met taken en dat allemaal in Google Docs. Dat vind ik persoonlijk heel erg cool. Heel erg handig inderdaad. Misschien toch een beetje voorzichtig zijn wat die taken toewijzen betreft. Nu, ik heb iets wat daar naadloos op verder bouwt. Mooi bruggetje naar onze bouwstenen in Google Docs. Want je kan, als je op invoegen klikt, een aantal bouwstenen meteen gaan toevoegen aan je Google Docs. Je ziet hier notulen, e-mailconcept en nog een aantal andere. Die kan je ook weer heel snel invoegen met die @-toets, zoals jij mooi hebt gedemonstreerd. Dus ik toets even die @-toets in. En ook hier vind je onze bouwstenen terug. Opnieuw notulen, e-mailconcept en nog andere. Productplanning, om er maar eentje uit te halen. Dan krijg je meteen een mooi tabelletje met wat drop-downs. Dus daar kan je je project mee eigenlijk gaan beheren. Ook dit is natuurlijk volledig personaliseerbaar, dus je vult hier in wat je zelf wil. Wat ik wel de meest handige vind, is de notulen en het e-mailconcept. Dus die ga ik ook even meer in detail bespreken. @-toets opnieuw. Ik ga naar mijn onderdeeltje bouwstenen en ik klik op notulen. Van zodra ik dat doe,
gaat die een aantal van mijn afspraken in mijn Google Agenda tonen. Selecteer ik er daar eentje van, hop, dan krijg ik heel wat informatie meteen in mijn Google document. Ik krijg de datum van die afspraak, de naam uiteraard, en de personen die deelnemen aan die vergadering. En hier heb je meteen al een bullet point waar ik alle dingen die we bespreken in die vergadering netjes kan neerschrijven. Verder hebben we ook meteen een onderdeeltje actiepunten, dus daar kunnen we die to-do's gaan toevoegen en ook meteen taken gaan toevoegen aan die persoon, zodat die dat in je Google Tasks krijgt, zodat je dat ook weer netjes hebt laten zien daarnet. Dus notulen heel snel te nemen dankzij die bouwstenen in Google Docs. Tweede bouwsteen die ik inderdaad super interessant vind, e-mailconcept. Dus ook dat ga ik even laten zien. Ik druk opnieuw de add-toets in en ik selecteer e-mailconcept. Wat krijg ik dan? Dan krijg ik eigenlijk een beetje gelijkaardig aan een opstelvenster in Gmail te zien. Dus daar kan ik ook de geadresseerde in gaan toevoegen, het onderwerp en mijn e-mail gaan vormgeven. Waarom zou ik dit doen? Wel, stel dat je een heel belangrijke mail op te stellen hebt en je wilt daar toch een klein beetje meer over nadenken, doe dat dan niet in je Gmail, maar doe dat even in Google Docs. Dan kan je het nog even gaan bewerken wanneer je wil. Of belangrijker, je wil een mail opstellen met meerdere mensen. Dat gaat helemaal niet in Gmail, dan doe je het sowieso in je Google Docs. Deel je dat documentje met die personen en maak je een e-mailconcept aan. Dus even kort toelichten hoe ik dit ga doen. Ik ga hier weer personen aan toevoegen. Ik ga eventjes naar jou een mailtje sturen, eventueel onze collega Ernst-Jan ook toevoegen. Onderwerp uiteraard, dus het is een e-mailconcept dat ik even laat zien. En dan kunnen we onze mail zelf gaan opstellen. Dus hier komt natuurlijk gewoon de tekst van mijn e-mail enzovoort. Je kan hier eigenlijk alles gaan invoegen zoals je in een gebruikelijke mail in Gmail zou doen. Je kan ook weer mensen gaan taggen, dus ook met het ad-symbool, een persoon. Ik kan uiteraard ook documenten gaan invoegen, dezelfde manier wederom, ad-symbool intoetsen en hier zie je dan een aantal van je bestanden en klik je daarop, dan wordt dat bestandje ook weer netjes ingevoegd. Misschien als laatste afbeeldingen, je kan ook perfect met die ad-toets. Je gaat hier naar het onderdeeltje afbeelding, selecteer dat, haal je die van je drive of van je computer, ik uiteraard van mijn Google Drive, dus in het geval ga ik even ons G-Company logo er weer netjes aan toevoegen en mijn mailtje is af. Nu staat dat mailtje natuurlijk in mijn Google Docs, daar kan ik het niet uit versturen, dat moet in mijn Gmail gebeuren. Dan hebben we hier dat knopje hier linksbovenaan, want als ik dat gewoon aanklik, dan gaat mijn Google Docs e-mailconcept overgaan naar een echte conceptmail in Gmail. Gaan we even demonstreren. Ik klik op dat Gmail logo. Zoals ik zei, wordt mijn e-mailconceptmail nu dus overgenomen in Gmail. En dan is het gewoon een kwestie om dus de versturen knop te klikken. We hebben alle informatie meegenomen, de geadresseerde die ik heb ingevoegd in Google Docs, het onderwerp, de tekst en de afbeelding. En je ziet de mensen die ik hierin getagd heb, jij onder andere, die wordt hier ook gewoon aan toegevoegd en ook een linkje naar het document op mijn Google Drive. Vast zodra ik versturen klik, hetzelfde als dat we kennen. Als je dat geen toegang hebt tot dat document, dan word jij dus ook uitgenodigd om dat document met die personen te delen en kan je meteen dus aan de slag. Cool. Absoluut. Smart chips, bouwstenen, zeker uit te proberen. Dus mensen thuis, ga je gang. En ik zie je graag de volgende keer weer. Ciao.